En we zijn vertrokken. Beste kijker van dit filmpje. Ik sta hier naast mijn geweldige buddy, Mieke Hosten. We staan hier aan de zee. Voilà. Ja, ik hoop dat je het kunt zien. En we zitten hier aan de strandcabine waar ik elke maand zo 2 dagen zit. Voor iedereen beroemd, een rubriek. Maar dat doet eigenlijk weinig ter zake. Want wat vooral belangrijk is, is dat mijn buddy speciaal vanuit het binnenland naar hier gekomen is. Is waar, hè, Mieke? Ja, dat is zeker. Ja. Om een keer te babbelen hoe dat gaat. We zijn nu 14 februari. Dat is in het midden van de maand februari. We hebben al 2 weken niks gedronken. Nee. Op onze communiziel. Voilà. Hoe moeilijk is het bij jou? Ja, bij mij gaat het wel goed. Ja? Ja. Maar hoe gaat het bij jou? Ja, ik dacht dat je dat nooit ging vragen. goed. Ik moet zeggen dat het beter meevalt dan... In het begin had ik het wel lastiger. Omdat dan heb je nog zo de gewoonte van snel naar iets te grijpen of op café gewoon iets te bestellen met alcohol in. Maar nu moet ik zeggen dat ik er eigenlijk heel weinig aan denk. Eigenlijk alleen maar het moment dat ik een beetje wil afkoelen of dat ik de dag een beetje wil laten voorbij gaan. Mm-hmm. Ik wil mezelf wat rustig maken en dan helpt drinken wel altijd een beetje. Of iets drinken, daarom niet veel. En zo feesten, hè. Ja. En op restaurant. En doe je dat veel eigenlijk, op restaurant? Feestjes? Feestjes, ja. Ik zit wel vaak op café. Veel van mijn sociaal leven of van mijn werkend leven speelt zich ook af op café. Mm. En op restaurant. Ja, zo wat vergaderingen. En als het dan 's avonds is, of ja, vaak zijn die vergaderingen 's middags ook op restaurant. En dan wordt er ook al eens iets gedronken of wat wijn besteld. En ik vind dat wel lekker. Mm. Maar enfin, ik heb het dus nog niet gedaan. En ik vind het ook wel goed. Waarom vind je het goed? Omdat ik denk dat het goed is voor mijn... ik weet dat het goed is voor mijn lijf. Mm. Om dat niet te doen. Ik hoopte wel dat ik beter zou slapen. Mm. Maar dat is voorlopig nog niet aan de orde. Mm. Ja, het is wel een overwinning. Het doorbreken van gewoontes of van iets wat je eigenlijk zonder bij na te denken gewoon doet. En wat je eigenlijk als een normaal gedrag aanvaardt, mm-hmm, of aanneemt. Om dat even niet te doen, dat is wel bevrijdend. Maar ik merk wel dat de mogelijkheden om niet-alcoholische dranken tot u te nemen soms heel beperkt zijn. Op café. Ja, dus dit is een oproep, ja, naar de horeca in Vlaanderen en ver daarbuiten. Ja. Pas jullie kaart aan met lekkere drankjes. Ja, lekkere mocktails bijvoorbeeld. Lekkere mocktails. Heb je daar een voorbeeld van? Of een, Ik heb de mocktail een keer gemaakt van op de site van Tournee Mineral. En dat was wel lekker. Dat was zo met kruidnagel en basilicum. Dat was supergoed. Ja? Dus dat was zeker te proberen waard. Of verse persfruitsap met zo'n shrimps erin of zo. Ik had gedacht, Mieke, dat jij dat van mij ging komen brengen. Maar misschien zie koud. Ik het buddy gegeven anders dan jij. Dat is duidelijk. Laat ons anders een lekkere warme koffie of soep drinken straks. Ja, maar koffie heb ik hier staan. Ah, kijk, ja, dat is juist. Koffie kan ik zetten. Je ziet, ik ben niet zo gewoon om selfies te nemen. Maar hoe staan we ervoor, lieve buddy Mieke? Nog 2 weken, hè? We zijn half weg. Dus... Meestal ondervind ik wel zo dat in het begin iedereen heel enthousiast is, maar dat soms zo naar het einde toe een klein beetje de moed begint in de schoenen te zakken. Mm-hmm. En ik denk dat het vooral belangrijk is om wat je nu al gecreëerd hebt verder op te bouwen. Ja. En ja, zo ook die fierheid dat je voelt, ik vind dat wel vrij goed. Ja, blijven behouden. Blijven behouden. Oké. En ik mag u, als het moeilijk wordt, krijg ik bijvoorbeeld vanavond, is de laatste draaidag van de strandcabine. Morgen doen we nog een halve dag. En ik blijf hier slapen aan de kust. Vanavond ga ik het moeilijk hebben. Ja. Maar ik ga het niet doen, hè. Ik weet het nu. Allee, ik bedoel, ik heb dat beloofd. En belofte maakt schuld. Maar
Kan ik u bellen? Ja, natuurlijk, maar je gaat ook veel andere leuke dingen doen waarschijnlijk vanavond. Ja, zeker. Ja. Maar uit ondervinding weet ik dat de dingen soms leuker ook zijn en gemoedelijker of voilà. Met een goed glas wijn erbij. Maar ik heb ook non-alcoholische gin geprobeerd. Okay. Ja. Ah, ja. Dat was ook kruidig, maar dat jij daarnet. Ja. En dat was ook speciaal. Ja. Ah. Ja. Okay. Maar je gaat alles veel intenser beleven, daar ben ik zeker van. Ja, ik ben blij dat jij het zo ziet, Mieke. Ja. Maar we mogen het anders bellen. Is het dat is goed, ik ga bellen. Ja. Oké. Okay. Goed, maar alle gekheid op onze stok. We doen dat nu voor een maand, maar voor veel mensen is dat gewoon realiteit om nooit meer te drinken. Ja, dat is waar. Dus eigenlijk zijn wij luxe paarden, dus vanuit ons moet dat ook wel eens gezegd worden. Dat daar eigenlijk waanzinnig respect verdient en aandacht verdient. Zeker en vast. Zeker en vast. Voilà. De beste buddy ter wereld, Mieke Hoste. En de beste pupil ter wereld. Salut, groetjes van aan de zee.